oude hoed, hè? Lekker fit, met die jongens flink aan het werk geweest. Absoluut. En er gaat nog van alles gebeuren. Dus tot de middag. Wie staat er tot vuur? Nou, wat dat betreft staan we er goed voor. We hebben dus vrijdagavond nog kort getraind. We zijn er dus eigenlijk klaar voor om de strijd met Rio dus goed aan te pakken. Want ik ben er vast van overtuigd dat we ook dat goed kunnen klaren. We zijn het ganze jaar goed met elkaar bezig geweest. Het collectief als zodanig strijd hebben. Ja, dus grootste vertrouwen erin vandaag. Absoluut. Misschien een kleine voorspelling? Nou, als ik het mag zeggen, denk ik dat we dus... Nou, misschien in de beginfase wat zenuwachtig zullen zijn, misschien een grote achterkomen, ja. Maar we zullen terugkomen. Dat is een denk wat zeker is. Dus de voorbereiding klopt vandaag helemaal, ook de shirtjes zien er allemaal? Ja, daar zal misschien hier en daar een hiaatje in kunnen zitten. Van die blagen natuurlijk weer. Van de blagen, maar daar liggen ze van. Goed zo. Veel succes vandaag. Ja, dankjewel. En laat de zenuwen met je met wang. Dat zal best lukken. Na de wedstrijd. Na de wedstrijd blijven we gezond. En dan hopen we nog een heel gezellig en groot feest te maken. Goed zo. Hey, veel succes. Dankjewel. Goed zo. Ik zie dat je gezicht als ze vol vertrouwen weer vandaag. Ik heb er alle moed in. Ik heb de voorbereiding van de jongens en zeeën. Ze staan allemaal op scherp. En zelf de drankjes, de speciale drankjes weer klaarstaan? Nou, met inhoud. Met inhoud. Ja, lekker hé. Guido, misschien een kleine voorspelling. Ik denk dat het, wat zullen we zeggen, Rios kunnen meteen nog voor, denk ik, en dan zullen we weer winnen met 1-3. Met 1-3, ja, zeer optimistisch. Kort dat het goed komt. Ja. Ik wens je veel succes en tot zodat je de kant een beetje rustig in zal. Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb er heel veel vertrouwen in, moet ik zeggen. Ik ben zeker dat we de pot gaan winnen. Ik denk dat we eerst een beetje spannend maken. Maar omdat de verliezers uit de vuur komen. Ja. En nou, dan denken ze misschien dat ze de pot gaan winnen. Maar dan gaan we dat heel snel. Gewoon die dat zaakje even recht zitten. En we maken 1-1. We maken 2-1. Ja. Nou goed, ik weet dat een aantal jongens ja, die hebben het moeilijk. Dus zo gaat het conditioneel gaat minder kunnen weren. Vooral die jonge gasten van ons, dat is niet te geloven. Oh, ja, die oude gasten, die moeten eerlijk gewoon weer doen. Maar ja, goed, die jonge gasten die zullen het nodig te laten. En toch denkt Rios van jongens, we kunnen misschien ook hebben. Maar dan zorgen we veel achterin dat er niks voor hem komt en we winnen net voor. Erik Klaas, jongen. We zijn helemaal goed voorbereid. Ja, ja. Misschien een tip, ik ga scoren. Ik ga scoren? Nou, we doen alweer weddenschap in Vaars doen. Ja, ja, goed. Ik heb de laatste wedstrijd op een paar moeten maken. Omdat, ja, anders waren we niet zo ver gekomen, denk ik. En ja, ik denk dat we dat jong gasten moeten doen. Nou, ik denk Roelie dat een aantal wedstrijden weinig op te zien. Dus ik vind het tegen vandaag moest ik een goal laten maken. Ja. Ja, goed. En ik heb met Valli net gesproken. Ik heb in ieder geval gezegd, Valli, denk eraan, jongens. Het is een wedstrijd voor dicht. Dat was een jong van Eck, dat wil ze nog meer als ze zonder wedstrijd scoren. En dan moest ze nog zo zijn, dat beslissende maakt. Dus ik weet zeker dat dat gaat gebeuren, dat je dat pot van zomer twee willen. Nou, klasse, klasse. Veel succes vandaag. Ja, dankjewel. En geef tegen voor 200% de jong. 250. 250. Dit is spits natuurlijk op het gebeuren van vandaag. Had ze ook wel een beetje voorzien. Het is zaterdagmiddag nu. De jongens hebben net de voorbereiding gedrukt. Wat heb ze gedaan vandaag al ter voorbereiding? Ja, van alles en nog. Het wordt een beetje een sfeer. Ik heb de jongens net weer gehoord. Dus een jong staat er voor zo'n belangrijke wedstrijd. Zet sigaren erop. Dat vind ik toch een hele slechte zaak. Als ik een sigaar op, dat is bekennen. Maar eerlijk te krijgen voor zo'n wedstrijd sigaren, dat vind ik toch een beetje... Je verdient misschien wel een dikke sigaar nu, hè? Na de wedstrijd. Na de wedstrijd. Die moeten me eerst voormaken. Want ze zeggen, 2-1 winnen. Nou, daar ben ik tevreden met. Ja. Maar ik hoop dat het lukt. Goed. Voorzitter, kom op de zenuwen een beetje met wank en zalde. Ik doe mijn best. Veel succes vandaag. Dankjewel. Mario, dus stel voor, zaterdagmiddag. Straks gaat de wedstrijd beginnen, jong. Wat denk je ervan? Oh, 2-1 winnen. 2-1 winnen? Hey, te gek. Te winnen in ieder geval, maar ik doe het niet zo. 2-1 winnen. Ben je goed voorbereid? Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Succes, jong. Hey, klasse. Okay. Die entourage hier achter dich. Wat gaan we straks doen? Het is 12 voor zaterdagmiddag nu. Wat gaan we straks doen? Winnen natuurlijk, hè. Winnen natuurlijk. Zeer optimistisch, jong. En waar staat ze dat? Zit je goed voorbereid? Zeker, een leuk team en lekker eten het vanmiddag. Ja, en, goed gemotiveerd allemaal. Zeker. Klasse. Hey, succes straks. Bellen voor. Prachtige entourage hier, achter ons, Roziger. Wat gaan we straks doen? Vertel eens hier. Ik gewoon absoluut winnen. Absoluut winnen? Absoluut winnen. Ja? Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja? Goede voorbereiding gehad. Goede voorbereiding gehad. Ik heb het dadelijk met die gasten in Jona, maar dan gaan ze winnen. Wat is dat, 6 uur voor de wedstrijd? Ik wil gewoon even winnen met het team geweest. Ja. Even tot rust komen. Lekker eten en dan... En dan eraan. En dan voorbereiden en dan eraan. Ian, jongen, veel succes. Dankjewel. Kom
we er vandaag van maken? Ah, ik denk wel fijn, het is lekker in inpakken vandaag hoor. Ik denk dat we wennen vandaag met twee eindringen. Zit erin hoor. Nee, ja, maar je toe, jongens, je moet aan weddenschappen meedoen. Volgens mij kost dat wel eens goed komen vandaag. Ja, ik hoop het, Nee, en helemaal fit, ook niks aan de inpakjes en zo. Ja, ik heb een beetje geteerd, ik heb een beetje last. Een beetje last. Ja. Maar verder, je moet je vaas maar alles goed. Ja, dat zijn we er helemaal klaar voor. Goed, hey. Lekker paar doezen margarita en dan... Gaas geven. Wordt gewoon. Marcus. Ja, dankjewel. En dit staat inmiddels wel voor. Straks ga je het beginnen. Je zit met de mentale voorbereiding bezig nu. Wat denk je ervan? Nou, ik denk dat we die oprollen. En ik denk dat we met de jongens eens gezamenlijk nog te drinken. Ik heb Bacardi. Bacardi? Ik heb de heer. Ja. En dan... Ik denk dat we het busje klaar hebben. Ik weet niet wat ik allemaal zie, maar heb ze toch een beetje aan hun goede voorbereidende dag zelf ook? Ik ja? Heb vermoeiend in de kapsalon staan. Ja. Lekker geknipt. Lekker geknipt. Ik heb veel dames vandaag. Dus dan krijg ze extra de ramen. Super gemotiveerd. Ik ben er helemaal klaar. Hey, succes vandaag. Dankjewel. Zondagmiddag is er nog. Je hebt net bespreking gehad van de wedstrijd. Iedereen heeft volgens mij van alles nog vanmorgen gedaan. Is het wel klaar voor? Nee, ik ben er helemaal klaar. Dit is de klaar voor. Ja, je kunt er zelf verzekerd over, moet ik zeggen. Ja, ik ben net een paar weken goed geweest met de blessure, ja, maar ik kom niet meer. Helemaal vet. Ja. Dus we kunnen van alles van niet verwachten vandaag. Ja, het is denk ik heel simpel. Ik denk dat je een einde en prik en einde veel ligt. En nee, meer, meer hoef ik niet te vertellen. Dat is schitterend. Hey, veel succes. Dave, jongen. Ik wil niks verklappen verder van uw fysieke gesteldheid. De filmcamera legt alles vast. EVV, het is vandaag erop of eronder. Ik denk dat het uniek is voor mij. Wat gaan we doen? Nou, ik gok toch een kleine verwinning. 1-0. 2-1. Daar wil ik toch op gooien. Ja, nou, ik post het hoesten, jongen. Dus, ja? Ja, ik zie mijn vertrouwen erin. Heel veel vertrouwen. Ja, spijt natuurlijk dat ze niet zelf in de spits door even de story, Max. Ja, was... Maar nu hebben de kans dat ze ook helemaal met kunnen beleven. En coachen natuurlijk. En coachen, heel belangrijk. Ja, ja. Heel belangrijk. Dief, veel succes. Ja, dankjewel. Dit jaar lukt het niet meer komend seizoen, jong. Rick, dat is voor jou. Komen we er helemaal voor. Ik heb hier een voorbereiding, een mentale voorbereiding, bespreking gehad en zo. Ja, allemaal zelfverzekerde cupjes zien nu in beeld. Dicht ook natuurlijk zien we. Wat gaan we doen vandaag? We gaan winnen. Komen we winnen? We gaan gewoon winnen. En dat baseert ze op... Dat wil gewoon beter zijn als Rios. De beter als Rios. Ja, dat is dat zijn natuurlijk alles. Maar goed, het is wel. Dat betekent wel maken vandaag. Ja, scoren, hè. Kunnen we een paar leuke vuurzetten verwachten? Ik denk dat ik in de kamer van Alek. Ik kom er extra vuur. Ja. Ik doe misschien nog een paar wel. Ja, ja. Mooi zeg. Hey, veel succes. Ja, dankjewel. Gewoon de weer. Het is zaterdagmiddag, 12 uur. Ik heb een lange bespreking gehad met Van Drie Oorwouw. Ik begreep dat de meeste mensen erg gemotiveerd zijn gesteld met dit. En nee, is alles goed. Ja. Wat gaan we doen in de wedstrijd? Elke speelde staat voor dik. Gewoon winnen. Gewoon winnen? Jawel. Ja. Ik ben helemaal klaar voor. We zijn nog gans klaar. Ja. En dan nog een lekker feestje, lekker pilsje. Super. En dan een dom interview natuurlijk voor de Roze Garde Dekt. Ja, dat zeggen ze wel. Maar jij van Vechelen dat vind ik niet. Het is nu zaterdagmiddag. We zijn met de voorbereiding bezig. Ik denk dat ze nog handen voor werk hebben. Niet alleen nodig. Ik heb geen vol. Met die twee blaadjes. Ik hoop dat er een beetje tijd is voor de jeugdschoot onder handen te nemen. Wat gaan we doen vandaag? Ja, wat dacht ze? Ik hoef niks meer doen. Ik heb de hein van ik ben klaar. Die groep is scherp, de jongens zijn scherp. Iedereen is gemotiveerd. Ik heb alles los. Dus, voelt ze vertrouwen in alles? We winnen. Nee, we gaan winnen. Ik heb twijfel. Ik hoop dat ze niet... We maken een lekker feestje vandaag. Ik hoop dat ze niet druk is op het Ik hoop het dan hebben. Veel succes. Oké. Okay. Ja, maar Kieks. Ja. Het is zo dat ik gezien met de voorbereiding net gestart. Goed gesprek gehad, heb ik begrepen van iedereen. Ja, is... Wat denk je ervan? Zullen we met het wel voor? Komen we ervoor? Ik begon er zeker voor. Ik voorspelde dat het 2-1 werd. Ja. Ik kop de bal door. Nee, 1-0 achter. Ja, we starten niet goed. Maar we pakken het aan en we eerst zelf pakken we het op. En dan pakken we twee standaard situaties. Eén waar we de ganse tijd op hebben geoefend. Ik kom in, ik kop hem door en Roelie, ik heb hem denk ik Roelie of Erik. Want dat Roelie gaat, ja, is gaat jonger, is gaat
Winsman gaat vlugger, dik op hem erin denk ik. Dan zit ik niet gauw op. Ken van hoe we hè? Weet je wel? Doen we dadelijk. Dat doen we dadelijk. Die weddenschap voor de waard. En dan maken we 2-1 burgers. En dan gaan we voor een beetje freewheelen. Freewheelen. Nou, hey, veel succes vandaag. Ik merk ja, wel, ja. En die verhoort ook er helemaal kloor voor ziet. Ja, ja. En een vooruitziende blik heeft zonnig eens. Hey, geweldig. Goed. Ja, dat is zal dat, dat is niet meer de stilte voor de storm die straks moet komen. Nee, maar dat is wel de storm. We hebben wel vertrouwen in. Hè. En ik denk ook, net wie Dennis zei, we zullen 0-1 achterkomen omdat we een beetje mat starten. En dan spelen we Rios hier op het blad. En dan wordt het 2-1. Eerste helft, Charlie. En op een gegeven moment, ja, goed, dan vallen we een paar jongens weg. We hebben natuurlijk weinig getraind hebben dit jaar. En dan wordt de leeftijd niet meer zo goed. Die zeggen het hoor, ja. Maar goed, hebben we respect voor. En dan denk ik dat we 2-1 hooien en dan werden we, ja, dan komen we weer. Dat is een schitterend ding. Komt dat het goed kunt, dan ben je er iemand klaar zelf. Ja, maar ik wil ook die weddenschap wel even afzoeken. Dat doen we dadelijk. Kennen we? Ja. Wiel, het is nu zaterdag. Wie is het met 10 voorbereiding? Want ik wil ook hier wat van dik verwachten. En wat is die voorspelling voor vandaag? De voorbereiding is normaal weer een wedstrijd. De voorspelling is dat we weer met 4-1 gaan winnen. 4-1? 4-1 denk ik. Dus dat vertrouwen is weer helemaal terug wat even slecht was? Ik heb dat vertrouwen bij BVV was een beetje van verlaat. Die vier wedstrijden hadden we niet stoppen. Dan hebben we maar 2 goals gemaakt. Ja. Later zijn we weer groot teruggekomen. En ik denk dat we vandaag toch gaan winnen. Nou, dat hebben we slechts denk ik in een beter proef. En wie is het neemt de kamer ook fysiek helemaal dik fit? Volledig fit. Je kunt zijn boetespel wel constant in de gaten halen. Dank je wel. Goed wil. Veel succes vandaag. Dank je. De even via bij Oetstek. Wat gaan we vandaag doen? De voorbereiding is aan de gang doen van de jongens. Winnen. We gaan winnen. Winnen. Dat kunt er heel zelfverzekerd doen, ja? Dus hebben ze volste vertrouwen erin. We moeten de buren nu tegen ons spelen. Ja. Nou, heerlijk denk ik. Dus TK is ervoor. 4-1 vandaag. 4-1 voor echt vandaag? 4-1 vandaag. Heb je een goede plek neer bij de kamer gezocht? Nee, ik heb binnen 10 uur zit ik voor het kwartier. Je ging binnen zitten? Ik kom binnen zitten. Kent zo neer bij de kant? Is ja, niet... maar ik moet me een beetje sparen tot ik een beetje geld heb voor na de wedstrijd. Voor het eerste keer. Nou, heerlijk zeg je. Want dat heb je toch een doelgeest, dat zie ik. Veel succes. Jan. Ik hoop dat het ook gezellig is. Ja. Dames. Fijn dat je ook hier ziet, hè? De spelers zien zich aan het voorbereiden. De troost, eigenlijk een beetje de troost supporters die je echt hebt. Terwijl ik ook er nu al hier ziet, wat ga je echt vandaag doen? Nou, winnen natuurlijk. Die gaan winnen. Nou, en de dochter vindt dat ook? Jazeker. Ja? Zou ook vertrouwen in? Ja. Ja. Alle wedstrijden bezoek heb je Oet ook alles in? Oh, ja. Eén weer. Eén weer. Bovenkant. Oh, jee. De rest op alles. Eén weer. Ja. Nou, vandaag dan winnen. Dus die winnen gewoon die jongens nog. Ja. Deel de kamer, dus wel eerst klas. Dames, dat bureau hier, dat vertrouwen we vanop. Fijn, dat vond je weer opnieuw, neer bij de kant. Ja. Bedankt. Ja, zeker. Bedankt. Het is nu helemaal in beeld, jong. Wat gaan we straks doen? Ik denk dat we een zwaarvochte wedstrijd hebben. Want dat we er wel 2-1 winnen. Hé, hey, dat vind ik toch wat gek. Laten we de verhuizing ook wel die voorspelling. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben helemaal fit. Helemaal fit? Helemaal fit. Geen kwaaltjes, nergens niks? Shirts heb ik bij me, alles. Shirts heb je zelfs bij je. Hartstikke mooi, dan zal een trainer blijven hier zijn. We zien met de mentale voorbereiding bezig. Even een kort interviewtje, een close-upje van dicht. Wat gaan we doen vandaag? Oh, we gaan met wangelen en we gaan dadelijk eten. Dan ook op het spel te staan. Oh, en ik hoop dat we samen een teamwork doen, dus kaarten en dat. En wat gaan we in de wedstrijd doen vandaag? Oh, de wedstrijd wordt heel belangrijk. Dus we gaan sowieso winnen. Sowieso winnen? Ja, ja, sowieso. Nou, en baseert op een goede voorbereiding, op een super motivatie en zo. Ja, ja, ja? De motivatie is altijd klaar voor iedereen. Dus, fijn Peter, veel succes vandaag. Ja, dank. Don, jongen, fijn dat je er ook bent. Ben je nu al een beetje voorbereid voor de wedstrijd van vandaag? Ja. Voetbal zelf bij ik? Ja, een D3. D3, en dat gaat goed? Goed seizoen gehad? Ja, we mogen wel weer een slecht afgevoerd. Maar niet? We zijn niet verwacht. Ah, maar niet. Hé, hey, dan geef je vandaag een skietje. Allemaal vriendjes met en hebben de kanten flink joelen en heb je van allerlei grijpen ook. Vlaggen en zo. Ja. Nou, dat wordt een goed feest. En wat denk je wat te maken? 2-1. 2-1? Ja. Nou, geweldig. Ik hoop het ook. Ja. Goed plezier hebben de kant. Okay. Ja, en denk ook nog eens komen staan als ze gewonnen hebben. Hoi, oh, als supporter ziende, maar niet alleen supporter, je hebt een rijk verleden bij EBV. Hè. 74, wat zit ik er nog?
Gewoon voor gepromoveerd, hè. Noorden? Derde klas. Derde klas. Dus een, dat is alles metgemaakt bij EVV al. En wat denk je nu van vandaag? Wat zal er met die jongens gebeuren, zo die vandaag die gaas moet opkomen? Nou, die moet er nog voor spelen. Die moet er nog voor. Ik denk ook dat ze het wel doen. Ja? Dat ze alles zin hebben dat ik denk ook, is, hè? Oh ja. En ik denk wel dat ze ook winnen. Ik denk dat ze winnen. Ze maar zich volgen hebben. Ja. Ik heb dat best wel nodig. Ja, maar moest die gewoon zo zetten, ze bieden tussenin, hè? Ja, ik ben... En die keuze is denk ik nu moeilijk geweest? Want ik ben, op dat gebied ben ik wel een echte nu. Ja, ja. Misschien een van de weinigen die zich een paar jaar aanpast. Ja, ja. Nou, mooi zeg. Zeg, we hopen dat het lukt jongens en wilt en wat we willen. Nog twee. Goed zo. Hey, bedankt. Ja, oké. Okay. Jongens, het is zaterdagmiddag. Ja. Spullen zien zich voor en bereiden. Ja. De beste kamer, er was al gezegd. Ja, ja, ja. En goed, de jongens zien zich voorbereiden. Mentaal zijn ze al bezig. Die gaan eigenlijk wat eten, geloof ik. En wie is die voorbereiding nou? Als lid van de technische commissie. Zien we. De voorbereiding op de wedstrijd, ja. Als lid van de technische commissie? Als lid van de technische commissie. Nee, dat zou niet goed zijn als weer zeven hoog. Als lid van de technische commissie, ja, heb ik je niet. Heb ze niet, nee. Nee, ik heb die Waalwedstrijd gebeurd. Ik heb nog niet voor de wedstrijd. Dat heb ik nog niet zo geprobeerd. Luister er iets speciaals voor? Als je die zeden hebt, nee, dus dat gebeuren. Nee, ik moet zeggen, toen ik vroeger zelf trainde, hoe hoog die zeden waren, maar nu ik dat niet meer ben, heb ik die beslist op een andere manier waar. Maar niet zo bij je voorheen. Ja, heb je er vertrouwen in vandaag? Altijd. Wat gaan we doen? Altijd, wat gaan we doen? Ik gok op mijn kleine verwinningskip, maar dat doe ik altijd. Altijd op mijn kleine verwinningskip. Ja, ja. Kan ik nooit tegen. Dat is goed, Jos. Hey, bedankt. Ja, ik hoop dat het doet, Jan. Goed, chef. Ja, chef, leider, speuler, van alles bij EVV, hoedhulp en zo. In de camera, ik in de camera dat ik wat pak je. Ja, ik geef ze een kopje geworden, ik weet niet. Chef, ook een beetje zenuwen voor vanavond. Ja, zeker. Ja? Wat komen we doen? De wedstrijd, wat komen we doen vandaag? Steunen, hè. Steunen? Steunen. En wat denk je, kleine voorspelling, waar ze ligt al aan? 1-3. 1-4 zelfs. Hè. Mooi chef, ik hoop dat het doet, Jan. Dan kennen we nog een flink feest. Hé, hey, dankjewel hè. Graag gedaan. Iet, als ik dat zo zie, een prachtig beeld. De cameraman moet heel blij zien. Ik wist er helemaal kloof voor, heb ik in de gaten. Ik ben er helemaal kloof, ja. Wat durf je te wagen in de kleinere spelling en wat ga je eigenlijk doen onder de wedstrijd? Nou, ik ga niks doen. Ik ga me alleen heel verdekt opstellen. Maar ik heb er een heel groot gevoel bij. Fijn dus. Kleine voorspelling misschien? Klein overwinning. Kleine overwinning. En een groot feest. En een groot feest. Ja. Dat doen we mee. Oké. Hey, dankjewel. Marcel, ik heb je vandaag zien rennen, holle euvel aan mijn bezig. Ik weet het allemaal niet, maar ik merk ook een beetje stress. Klopt dat gevoel van mij? Ja, als er een bepaalde spanning hoor, dat is een beetje onzeker best. En, dus ik heb spanning opgehoord, maar dat is in dit geval helemaal niet het geval. Je bent toch wel zelf verzekerd dus? Ja. Is er vertrouwen in? Er zijn de problemen nog meer. Het liefste probleem. Nee. Ja, je hebt de tegenstand natuurlijk goed gestudeerd. Maar we zaten op zondag tegen Venray de tijd zijn gezien. En, ja, goed alleen, de werk en de hoedslag is belangrijk dadelijk. Ja. Marcel, ja. Kleine voorspelling nog. Op de valreep. 2-1, 3-1. 2-1, 3-1. Ja. Hartstikke mooi. Ja? We hopen dat ook. We gaan flink feesten. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría, Macarena,
Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Macarena sueña con el cortinaje. Se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, Macarena sueña con el Corte Inglés. Y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Ja, van de sportieve die vader van de vrouw, van alle wegen natuurlijk uit de gemeente Hecht. En het puntje is dat Rios in het verleden altijd toch net het echte woord gespeeld als EGV. Verloren is vandaag een heerlijk plan geweest, omdat we doen dat als spelster. Verleden heeft Rios en EGV altijd tegen elkaar gevoetbald in het kader van de huur. De normale reguliere competitiewedstrijden. En vandaag zit er inderdaad het spel van de winnaar. Ik heb er nog de eerste klasse van de kader van de huur. Ja, ik ben van Ash. Ja, en als ze van Ash was, was zo flauw weer daar. Was ze even geen star aan. De jas is van bij, dus alles is wat, weet je. Ik ga wel eens naar Rio's kijken, daar gaat het zich niet om. Maar ik ben toch sport voor mijn even geen. Ik ben toch van blauw weer. Ik heb met de jongens, met de spelers, van een aanstop gemaakt. Ik kom begin het seizoen, ik kook af en toe het scherp en dat is er wel. En toen doen ze gaan allemaal, maar op de eerder verwenning werd een dikke sigaar opgeschoten. Als vorm van ja, toch leuk dat je dat weer gedaan hebt en zeker niet van mij gelijk. Maar ik heb voor de eerste wedstrijd van EWW heb ik al ja, een iets grotere formatie gekocht. En die heb ik me wel kwijt van de thuis moeten zeggen, maar ja, ik ken ze wel wat te zien. Het is wel de bedoeling dat ik deze jaar straks naar de wedstrijd met de Wurpen zeer kan opmaken. Of dat dan één goal was zelf of twee goal of drie goal, dat maakt een zoet. Dat is waar. Dat is een goal ook. Dat is een goal ook. Vandaag tegen Rios. Een speciale wedstrijd moet je zitten. Ja, dat weet ik zeer lekker van. Ik denk weer een nagel. Zo, je moet zo, hè. Ik moet tegen die jonge mensen zeggen, die werken in mijn actie, die weten ze precies, die komen voetballen. Die jonge voor jongen. Als ze maar niet degraderen, hè, niet verliezen spelen, dan mogen ze hier altijd voetballen. Dus dat is niet degraderen en verliezen spelen. Dat is de enige spel waar ze lekker moeten voetballen. En hoe zit er op de promotie aan vast? Nou, dat gaat echt spannend. Je hebt een extra dimensie, hè. Nou, die zeggen, dat is nog in de gezetstuk dat ze goed brengen zijn, hè. Dat ligt een beetje zeer, want dat is een stoornis, hè. Dat is een beetje voor, hè. Je moet nog weer, hè. Dat is een winning. They yell them whoa. Come on, there's a party tonight. Real and crucial people. Original King of a talking upon the microphone. Yes, me come like Al Capone when me sing. I wanna have sex. All through the night, do the wild thing, ding-a-ling-a-ling. Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them, whoa. Them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach. Yeah.
you can't go wrong. Do the wild thing, take a little swim. Girl, I'm gonna make you sing. Dig out them, dig out them, dig out them, whoa. Them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, eh. Girl, I'm gonna make you sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. Come on, there's a party tonight. Dig out them, dig out them, dig out them. Ooh, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Eee, them I home fi shake them bumper today. All of the girls with the sexy body. Hold up, hold up, and inna the air make me see. Jump and jump out and wiggle your belly. They love for inna this party.
About the bad times, baby. I hear your music
Take the chance, giving all that you can, but it doesn't feed a thing for you. You can try to belong, so nothing will go wrong. Maybe he will be back to search for you. It's me, you fix it, prove my point, and I remix it. You're the A double L, so fresh, and I got together to make the track go better. That's why we sample, like you know what's up. If I'm on the move, I can stop. You're the A double L, so fresh, and I got together. That's why I love music. It's gonna be alright. It's gonna be alright.
gezdeler acayip sin. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Oynama şükürdüm şükürdüm. Ah yanar döner acayip sin. Thank you.
chance, take a chick a chance, chance, take a chance, take a chance, take a chick a chance, chance, take a chance, take a chance. If you change your mind, take a chance, take a chance, I'm the first in line. Take a chance, take a chance, honey, I'm still free. Take a chance, 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 take a chance. Yeah.
luck, fame and fortune and everything that goes with it. Thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. Oh,
Let's get this party on, hit me with a laser gun.
I'm gonna go to the hospital.
Let's go.
Yeah.
concept is een centrum. Dat is een andere dimensie die ook. Mag je vragen, yes. Dus ik zal zeggen, je moet dit ook een politie hebben. Je mag ook een hele over een zesde zitten. Dank u wel. Ik heb het aanwezig met 18 scenario op jij van BNB. Dat is het finale de koel van de volgende Russen. EBV, dat is onze vrienden van de regering, is het gewoon voor de zaken. En dan moet je lijst voor ook nog in de sportcomplex. Je zit dan, dan weet je dat ik heb gehoopt dat iedereen door de rijden zit om de kracht te winnen. Oefenen. Doe de motivatie en dit instellen. Maar door van iedereen, van iedere supporter en voor een goede liefhebber die de omsteken ook uit een krachtige voetbalorm en een derby tussen deze twee verenigingen ook een bepaald hoogheidsmaatschap. En dat wil ook gezien dat er een behoorlijke, zelfs een grote publiek van ons kwijt is, goed echt bij en ook de wereld omgeving. Hier zit er een dubbele verwinnaar gekomen en ze hebben nu aan de punten. En thuis een verwinnaar ook nog met de Gelderbuur. Wie het niet alleen moet winnen aan de Gelderbuur zijn. Maar dat wordt ook wel voor mogelijk nog even te verwachten. Ik zou zeggen hier, het doet wel best in de eerste klas. Want het is eigenlijk jammer dat een derby nu ergens goed gesteld wordt. Door de best, niet in de eerste klas, weer door de best door een onderfouwend jaar. En ook verder te spelen. En dat betekent een derby terug te geven, maar dan op een iets hoger niveau nog in de eerste klas. En ik denk dat iedereen die in deze gemeente dat is welkom zou ervaren. Nogmaals, hartelijk proficiat en heel veel succes in de volgende. Zijn met genoeg blijven kijken en werden nimmer verbleest. De
We zouden vanavond wedstrijden een unieke situatie en een eerste klasse maken. Zowel de sponsors als het publiek vonden dit bijzonder aardig. De stichting nodigde dan ook iedere lichtwedstrijd aan. Ik kan u toezeggen dat wij als sponsors het komend seizoen zullen proberen er ook meer voor u te zijn. Zo houden we de financiële zorgen van EMD maar heel klein. Dan nog heel erg bedankt. Wat ook moeilijk is, proberen we de jeugd opwekken.
je voelen ook dat het zo veel is dan die je weet. Maar iets moet je brengen en toch een beetje. Je moet dat doen gewoon ook. Nou, maar die punten, dat staat op mijn ogen. Dan denk ik dat ik eerst de punten speel in de tweede klasse. En misschien een keer morgen, dat is op dit jaar meer dan leuk. Dat jeugdplan, die jeugdopleiding, dat sluit in de stijgers. Dat zit op de 40 en dat ziet er zo goed uit. Volgend jaar van de volgende van stad. En ik ben er nog een en dat is geen plekje, maar weer op zo'n bewerking. En dat hele plek, dat IVB, die de derde zal te verkoop, zal beschikken. Maar voor 100% en misschien wel de beste jeugdopleiding. Dat geeft een zorg, dat de mensen die hebben twee jaar gewerkt. En ik ben nog maar 20% en ik heb dat niet. Het is vier jaar nog zo'n om op deze manier te promoveren als rechtstreeks kampioen te worden. Dat brengt toch, vind ik, nog een extra succes. Ik ken die alle eerste wedstrijden met een uitwedstrijd tegen de handen. Zodat ik een voorzitter, ja wat doe ik dat niet meer? Ik heb een voorzitter, heb ik aan de vrijheid gehaald. Of ik de spelersgroep mag toespreken. Dat doe ik me voor. Ik heb dat gedaan. En ik heb er absoluut meer geweest, en dat is een beetje. Met de taak van de bijna, met de opstelling van vier vaart. Ik heb hier ook één ding gehad. Dus ik jongens, ik loop aan dit. Geen van de Nederland voor EWB, voor een lief EWB. En ik volg u op EWB, op de aardige manier, op de voedselplein te vertegenwoordigen. En ik kan zeggen, dat heb ik gedaan. Want ik zit altijd in de bestuurskamer en ik maak het van andere kant, maar ik vind wel die mensen, die denken daadwerkelijk, die zetten de plantige dingen weer uit. Die zijn er geen akkoord. Die zijn er geen akkoord omdat we een plantige supporters hebben. Die zijn er geen akkoord omdat we een grote voetbal van elf hebben. We hebben in de eerste helft praktisch geen geld aan gekregen. Nou, dat is een knap kansje voor de bal. Dat heb ik gedaan. Ik vind dat eigenlijk geweldig. Ik doe vanaf dit verhaal. Iedereen zal nog van harte feliciteren met het succes. En ik hoop dat volgend jaar op dezelfde manier doorkomt. Zelfs op een goede manier. In de zin van volgend jaar nog meer feliciteren in de eerste klasse. Zullen we nog meer journalisten aanwezig zijn. Dus de dienst is ook even weer gering. En hier zijn dan de teleur van de gezin. We hebben een hartstikke heel belangrijk. Ik voel je honor en klein attentie aanbieden. Dat u echt zoals kampioen was geworden. Dan biedt ze de kampioen en attentie aan. Dan hoor ik die deze door, wat als de goede leerlaar is. Wat zal je hebben? Vrije tijdskleding. Dat zal er, geeft het van zomer of geeft het van dag. Nou, dit is wat. Als je gaat met hier, als je die gek en je denkt, hoe kun je hier? Dat is een hoekje en een shirt. Ik heb de geur ook hier in de